Het is weer lekker weer hier in Hiroshima. Beter dan gisteren. Gisteren hebben we de hele dag een beetje miseregen gehad. Niet dat dat uitmaakte, want we hebben ons prima vermaakt. Maar vandaag is natuurlijk, om wat te filmen, is een stuk mooier en leuker. We gaan nog even naar het Blue Sim kijken. Want de eerste dag dat we hier waren, was die net dicht toen we aankwamen. Oh ja, 5 minuutjes. Ja, ja. En daarna gaan we naar Osaka. Osaka. Hi. En wat gaan we daar doen? Morgen gaan we naar Universal. Harry Potter Studios. Yes, agree. Eindelijk, hè, Sop? Ja. We hebben al lang naar uitgekeken. Super beroemde cherry blossom. Want die bloeit 1 week in het jaar, de boom. Dan is die zeg maar op zijn mooist. En in elk stad is het op een ander moment. En we zijn nu in Hiroshima en we hebben een boom gevonden die echt vol in bloei staat. Het is echt super bijzonder. Ja, dus 1 week in het jaar en wij hebben het geluk dat we die ene week te pakken hebben. Ja, waarschijnlijk hebben we volgende week nog. Wat hebben we voor? Waarschijnlijk hebben we volgende week ook nog het geluk dat we het in Tokio kunnen zien. Maar je ziet dat hij nu al begint uit te vallen. Weet je. Dus hij is al een beetje overrijp. Eigenlijk zijn we 2 dagen te laat. Ze zijn hier ook allemaal tegen. Ik zal het even zo zijn. Ze zijn hier ook de bomen aan het verzorgen of zo. Tegen de bomen staan ze te tikken en te doen. En kan ik inzoomen? Nee. Sorry, ik kan niet inzoomen. Maar er lopen hier echt boomchirurgen of zo lopen hier rond. Tenminste, zo ziet het eruit. Gaan we weer. Gepakt en bezakt richting de trein. We gaan naar Osaka toe, de Universals. We hebben een paar mooie dagen gehad hier in Hiroshima. Kijk eens wat een lekkere pakken en zo. Lekker buikje, lekker ruggetje. Dat is hoe het eruit hoort te zien, hè? Wat heb je? 15 kilo op je rug en 8 kilo voorop of zo? Ja, ik denk dat op mijn rug wel iets zwaarder is nog. Ja, misschien 15 jaar. Nee, wij zitten nu weer in de Shinkansen, de hogesnelheidstrein hier in Japan. Die gaat 300 km per uur op de GPS. Echt keihard. Het is ook echt mega comfortabel. Zo kun je je stoel echt vrij ver naar achter zetten. Dit is rechtop trouwens. En je kan helemaal zo naar de slaapmodus. En ondanks dat die 300 km per uur gaat, kun je gewoon een colaatje op tafel zetten en natuurlijk beweegt het wat, maar eigenlijk bijna niet. Het is best wel bijzonder. En je hebt stroom, wifi, alles aan boord. We lopen nu naar het stadcentrum. We hebben al voor vanavond een lekkere hamburgertent gezien. Gisteren en eergisteren hebben we Japans gegeten, dus we mogen vandaag even iets anders. Ja, gisteren hebben we namelijk. En dat hebben ze gezien. Ja, de aanvaring van gisteren was niet super geslaagd. Alsof je op een puist bijt en die openbarst in je mond. Dus dachten we, dit keer pakken we een beef. Een stuk van de beef wat we wel lekker vinden. De fiets heeft geen automatisch licht.
Dit is dus een typisch Japans tankstation. De mossels komen van het dak af. Je blijft gewoon in die auto zitten en dan wordt het gewoon getankt. Ik zei het al tijd. Mossels komen van de dakken. Wij gaan nog even wat drinken en dan zien we jullie morgenochtend vroeg op weg naar Universal. Aangekomen bij Universal. Ik had niet verwacht dat het al zo druk zou zijn. Nee, het is nog niet eens open. We staan al flink in de rij. Iedereen staat wel netjes in de rij, hè? Ja, dat is wel chill. Je hoeft niet bang te zijn om mensen voor te dringen. Nee, je gaat gewoon in de rij staan inderdaad. De mensen houden wel afstand. Wat een gekte hier. Wij echt ziek hard die rij voorbij. Je moet zeg maar rennen om dan een ticket te krijgen van Harry Potter. Anders weet je niet zeker of je erin kan. Staat er op de bord. No tickets required today. Free entry at all times. Jammer, maar wel weer. Ik heb weer een extra suikerspin verdiend vandaag. Tussen al die rennende mini-Japannetjes. Was wel even leuk, hè? Het is wel leuk. Even die gek die gevoeld. Weet je? Volgens mij kunnen we dan daarin. Even de die-hard fan dingen gevoeld. Zo, helemaal door het lint, joh. Wat? Jij helemaal door het lint. Echt niet. Wow, Harry Potter, Harry Potter! Dat is niet waar, hè? Wow. Niet zoals deze mensen allemaal. Yeah. En nu gaan we lang in de rij staan, hoor. Oh, zie, ze zegt van niet, maar ondertussen... Wow, dat was echt bizar. Deze ride was wel intens, hè? Ja. Hij was wel echt super cool. Hij was helemaal VR gemaakt. Of nou, niet helemaal, maar de stukken dat je op de bezemsteel vloog. Maar zonder bril, dus gewoon in de stoel en dan helemaal heen en weer. En oh my god, ja. Ik vond het wel heel intens, maar dat was wel echt heel vet. Beetje 5D met warmte, water, trillingen, alles erop en eraan. Ja, het leek net alsof je op een bezem... vloog. Dus je ging gewoon door, op een bezem door allemaal dingen en poortjes heen. En... echt heel vet. Hij was wel een beetje misselijkmakend. Ja. Maar wel heel vet. Ook in de souvenirshop lagen allemaal brokjes. Brokjes. Wel echt een van de mooiste attracties waar ik ooit ben in geweest. Ja. Mooi gemaakt. Dat is Japan, denk ik. Wij zitten in de waterachtbaan. Tussen alle japjes. Er stond dat je op moet passen
Heel nat. Heel nat. Dat je heel nat kon worden. Nou, dat klopt. We zijn echt van top tot teen helemaal nat. Ja. En je verwacht het niet, maar je gaat van helemaal hierboven, kom je helemaal naar beneden. Dus je komt best wel hard naar beneden. En dan had ik nooit verwacht dat het zo hard zou gaan. En ik denk dat straks de volgende eraan komt. Terug in het hotel. Dat was wel even een dagje hoor. Super leuk. En echt een mooi park zeker. En wel grappig om eigenlijk een van de weinige buitenlanders te zijn. Dat jij zelf eigenlijk ook een attractie bent. Het park zelf was helemaal top. Super leuk. We hebben niet mega lang hoeven wachten. Ik denk dat de langste een uurtje was of zo. We zijn in Harry Potter geweest. Spider-Man, Shrek, welke nog meer is op? Jurassic Park zijn we natuurlijk in geweest in de waterachtbaan. En we hebben echt wel veel dingen gedaan en veel kunnen doen. Ja. Dus ons vroeg opstaan heeft geloond. Nu gaan we even lekker chillen en een restaurantje uitkiezen voor vanavond. En even Netflixen. Kapot. Daar zijn we weer. Joehoe. Helemaal opgeladen en wel. Gaan wij lekker uit eten. We hebben typisch Japans restaurantje uitgezocht. En dat zijn eigenlijk gewoon noedels. Ramen. En de voornaamste reden om daarvoor te kiezen
is de afstand. Het is namelijk 200 meter van ons hotel verwijderd. En dat vonden onze voeten heel erg fijn. Maar we wilden jullie meer laten genieten van het uitzicht dan ons. Wij staan namelijk hier in de Tokyo Sky Tower. Sky Tree. En die is, we staan nu op 250 meter hoogte. Nee, 350 meter hoogte. En we kunnen over heel Tokyo heen kijken. Heel sick. We kunnen zelfs Mount Fuji zien. Die we eerder vanuit de trein al hebben gezien vandaag. Echt fantastisch. Ja, we gaan hierna nog even een biertje doen met die gasten en genieten van onze avond. En dan zien we jullie volgende week er. Super bedankt voor het kijken naar onze eerste Japan-vlog. En vergeet niet te abonneren!